Top diplomaten die ons land over de hele wereld vertegenwoordigen, zijn deze week even thuis. Op de jaarlijkse ambassadeursconferentie delen ze met elkaar hoe ze de Nederlandse belangen nog beter kunnen behartigen. Ja, Karin, uh, u bent sinds 2019 uh, ambassadeur van Nederland in Kosovo. Uh, dus u vertegenwoordigt daar onze belangen. Ja. Wat zijn nou precies de taken van een ambassadeur? Uh, nou, uh, om ervoor te zorgen dat, uh, uh, dat we natuurlijk weten wat er in Kosovo gebeurt. Kosovo wil bijvoorbeeld heel graag lid worden van de Europese Unie. Dat is iets wat we steunen. Uh, maar dat is natuurlijk een lang traject. En dat betekent dat we uh, willen weten: van, uh, gaat het goed? ga je het goede kant op. We willen graag weten of we ergens kunnen helpen. Dat doet Nederland ook met projecten. Want uiteindelijk zullen we op enig moment met deze mensen ook aan tafel zitten. En dan is het goed om te weten wat hun beweegt: dat zij weten wat ons beweegt. En dan moet je daar echt veel tijd voor investeren. En dat doen we. Maar hoe ziet nou een gemiddelde dag van een ja, ambassadeur in Kosovo eruit? Mijn gemiddelde dag is... Ik zeg altijd, uh, geen enkele dag is hetzelfde. En altijd zijn er verrassingen. Uh, dus uh, het is maandag bijvoorbeeld vandaag. dan heb ik altijd ochtends even met uh, al mijn collega's op de ambassade... een soort week vooruit. Wat gaan we deze week doen? Wat staat er op ons programma? Wat gaan we ook niet doen? Ook belangrijk. Uh, zijn er dingen bij die leuk zijn om te melden? Bijvoorbeeld op onze sociale media. Want ik vind het heel belangrijk om te laten zien... wat als, als ik als ambassadeur zoal doe. Nou, bestaat mijn dag? Vaak uit. Bijvoorbeeld gesprekken met de uh, vice-minister van, uh, van uh, 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 de vice-premier, moet ik zeggen, van Kosovo. Die bijvoorbeeld vorige week aan ons heeft uitgelegd wat hij dit jaar gaat doen om Kosovo uh, dichter bij de Europese Unie te brengen. Hij moet die hervormingen doorvoeren. Maar ik uh, spreek ook Nederlandse bedrijven die graag in Kosovo willen investeren. We hebben projecten uh, die ik bezoek. Uh, bijvoorbeeld een project met Roma-kinderen, uh, meisjes die uh, uit een hele moeilijke situatie komen, uh, maar die uh, natuurlijk heel graag voor zichzelf willen zorgen. Die, uh, we hebben een project waarbij ze een stage laten lopen. Kan zijn dat er een uh, consulaire uh, uh, bijstand nodig is, een Nederlander die uh, in uh, de problemen is gekomen in Kosovo. Dan worden we gebeld en dan zorgen we dat uh, het goed gaat met de Nederlanders. Um, we hebben experts die in, uh, in Kosovo werken. Eigenlijk van alles en nog wat. Eigenlijk is mijn dag heel divers, uh, maar is het ook vooral voor om uh, om erop uit te gaan en om te weten wat de Kosovaren beweegt. En uh, te kijken wat daar voor Nederland belangrijk is om te weten. Ja, ja Kosovo zal niet voor iedereen heel erg bekend zijn. Nee. Uh, wat is het verhaal van het land? Nou, Kosovo is uh, in uh, uh, 1999 eigenlijk uh, losgekomen van Servië. Het is dit jaar 25 jaar geleden dat de Kosovo-oorlog beëindigd uh, werd. Uh, en uh, sinds 2008 is Kosovo onafhankelijk. Dus over even kijken. Ik zeg anderhalf, tweeënhalve weken uh, bestaat Kosovo 16 jaar. Het is het jongste land van Europa. Het grenst aan Servië, Noord-Macedonië, Albanië en Montenegro, dus het ligt eigenlijk in het hart van de westelijke Balkan. Mm. Het is niet een heel groot land. Gewoon 1,2 miljoen mensen, heeft een hele jonge bevolking. En omdat het zo'n jong land is, is het echt een land. Uh, wat een hele positieve vibe heeft. Het is een land wat on the move is, graag bij Europa wil horen. Uh, maar nog wel een lange weg te gaan heeft. Maar in ieder geval, men wil er wat van maken. En dat is heel positief en leuk om in te werken. Ja. Uh, mensen die, uh, die veel uh, aan hun land willen werken, veel tijd aan willen besteden. en die heel gecommitteerd zijn. Jij ja, heeft ook in uh, Sarajevo gewerkt? Ja. ja. Wat trekt u dan zo aan Oost-Europa? Uh, nou, de Balkan in het bijzonder vind ik heel uh, interessant. Het heeft natuurlijk een hele moeilijke geschiedenis. Ik heb uh, uh, in mijn plaatsing op buitenlandse zaken steeds op allerlei momenten met de Balkan te maken gehad: in periodes van oorlog, in periodes van postoorlog, dus na uh, de oorlog, uh, een vrede, uh, vredesperiode. En je ziet eigenlijk dat oorlog enorm veel met mensen doet. En dat de oorlog al heel erg is, maar daarna duurt het ook nog heel lang voordat mensen de oorlog verwerkt hebben, en dat heeft me altijd enorm. Geboeid. Uh, uh, hoe, hoe, hey, ik ben zelf opgegroeid in een generatie zonder oorlog. En wat gebeurt er dan met mensen als je een oorlog, die vaak heel verwoestend is, meemaakt? En hoe probeer je dan weer met elkaar samen te leven als je eigenlijk elkaars vijanden bent geweest? Nou, dat proces dat heeft me altijd enorm geboeid. En eigenlijk in al die plaatsingen die ik op de Balkan of met de Balkan heb gedaan, waar ik daarmee te maken heb gehad, was dat eigenlijk wel een rode draad in, uh, ja, in mijn loopbaan. Ja. Yeah. Ja, helder. En het is wel een hele moeilijke vraag om te beantwoorden, trouwens, of je ooit weer goed met elkaar kunt samenleven. Je moet er heel hard voor werken. Ja. Dat heb ik ook inmiddels wel geleerd. Wat zou het voor u betekenen als het uh, lukt om uh, EU-lid te worden? Uh, ik denk dat het vooral uh, voor uh, Kosovaren heel veel zal betekenen. Zij hebben, net denk ik als heel veel uh, uh, mensen in Europa, ook als klein land, jong land, het gevoel dat zij gezien uh, uh, willen worden. Zij zijn erg overtuigd dat ze bij Europa horen. Europese waarden, alles waar de EU voor staat, uh, dat vinden zij iets waar zij graag bij willen horen. Maar natuurlijk geldt ook voor Kosovo dat als je bij een groter geheel hoort, je natuurlijk ook. Uh, veiliger bent en uh, dichter bij elkaar en ook samen grote problemen kunt aanpassen. Als net over energietransitie, nou dat is ook iets wat in, uh, in Kosovo uh, zal moeten gebeuren. Dat is een groot project wat ze niet alleen kunnen. Ja. Ja, u bent er dus vandaag en eigenlijk de hele week voor ja. de ambassadeursconferentie. Uh, uh, Wat staat er op het programma? We gaan heel veel dingen doen. We gaan uh, morgen naar de haven van Rotterdam. We gaan over consulaire zaken spreken. We gaan natuurlijk spreken over Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. We zien de premier. We spreken onze ministers. We zien het bedrijfsleven. Maatschappelijke organisatie. Echt een bomvol programma. Dank u wel. Met de uh, ambassadeur Stichting het Vergeten Kind, Natasja Vroger.